Ik ben Abdelhamid Idrissi en ik ben de oprichter van de Studiezalen. Dat zijn locaties, nu nog in Amsterdam alleen, waar jongeren uit kwetsbare wijken kunnen studeren in een rustige en veilige omgeving. Waarbij we ze ondersteunen op allerlei vlakken. Kijken naar de positieve dingen, dromen, doelen, wensen. En anderzijds zoeken we naar de zorgvragen en ook daar coachen we de jongeren in. In samenwerking met de ouders ook. Binnen de studiezalen hebben wij een team van ongeveer 60 man, waarvan zeker 80% vrijwilligers zijn uit het netwerk van het kind. We hebben wekelijks ruim 600 kinderen op 24 locaties voor de hele stad. We doen al heel veel jaar goed werk, maar we werden niet goed gezien. We worden nu heel goed gezien en daar zijn we super blij mee. Op salsa-niveau gaat het super goed, want we merken dat als we organisatorisch en meer kinderen willen helpen, meer impact willen maken, dan moeten we ook op verschillende lagen samenwerken. En dat hebben we nu nog echt nodig. Er is heel veel vraag naar de studiezalen. Kinderen voelen zich gehoord en ouders voelen zich gehoord. Om meer kinderen te helpen, om meer kinderen ook beter te helpen, hebben we geld nodig. Dus we zijn continu aan het zoeken naar middelen om onze stichting gezonder te maken. Investeren in onze jongeren moet vooral jongeren uit kwetsbare wijken moet zo vroeg mogelijk. Dus wij willen ze op jonge leeftijd al tools of workshops, certificaten bieden om te investeren in bijvoorbeeld programmeren, in video bewerken, fotograferen, in dat soort vaardigheden, zodat ze voelen hoe het is om vooruit te denken en je dromen na te jagen.